vorig seizoen. Heb ik gehad toen hij 8 was. Heeft hij bij mij ook nog getraind. Toen hij weggaan van trainers. En je speelt er nu vanaf de 113 bij, hè? Dus je gaat nu je tweede jaar in, hè? Ja. Mick, bij NEC onder 11, onder 12. Daarvoor is hij bij mij gezeten, bij de Gaas Club Stage. Wil je bij? Kun je het weer overzien? Ja. Wel, hè? Ja, dat weet je al zo. Ik wil gewoon blijven. Bescherm. Kijk, Julian. Jullie is al eerder, hè? Onder 9. Onder 9, onder 10, onder 11, onder 12, NEC. We gaan nu ook bij OEC spelen. Dat weet ik, hè? En Jesse. Jesse, eerste seizoen bij Twente. Ja. Ik ga nu de tweede jaar hebben in de onder 13. 13. En daarvoor zit je bij PFA. Ja. Heb je met mij getekend, daar kun je ook met Duncan van. Ja. Ja. Wat gaan we doen? We gaan heel veel verschillende vormen doen. Daar hebben we dus, wat ik zei, wat vaardigheid 2 tegen 2. 1 tegen 1 naar 2 tegen 2. Hier gaan we nog spelen met de keeper. Dus met afwerken. En, wat ik zei, elke keer doen we oefeningen, doen we vaardigheid. Yes! Dans, klapje. Ja, dat vind je jammer. 5, 4, 3, 2, 1 en tijd. Links contact, klap. Ja. Dus dubbel klap. Links contact, enkel. Moeilijk, hè? Of niet, Del? Ja, we proberen. Wat we doen? Als je naar rechts gaat, tik je met rechts aan. Je krijgt rechts. Uitvalpas, dus je stapt naast de bal, krijg je links. Uitvalpas rechts, uitvalpas links. Gezien? Hier weer, rechts. In plaats van links krijg je nu rechts, rechts, links, links, rechts, rechts, links. Zeg je dat? Zet je die naast je, dan stap je door, stap je door, stap je door, stap je door, stap je door. Zeg je dat? Zet de links na. Op het moment dat ik hem links ernaast zet, krijg je rechts, links, krijg je achter stambeen. Tik ik hem aan, zeg je dat? Dus je krijgt hem dan achter omdat je hier, dus je maakt ruimte voor rechts. Links, hier rechts, rechts, links. Zie je dat? Gezien? Goed zo. Jullie zijn tegenstanders van elkaar. Ja, dus Julian en Duncan. Daarnaast is het zo dat Justin, Johan bij Duncan, Mick wordt bij Julian. Ja. Deze twee horen altijd bij elkaar. Yes? We hebben vier poorten. Twee van een kleur. We hebben hier we hebben geel. Zie je dat? En schuin. Aan de andere kant zit ook een geel. Zie je dat? Hetzelfde hier bij wit. Dus je hebt wit hier, wit daar. Oké? Okay? Ik ga erachter staan. Kom maar. Justin op.
ik zeg kleur, ik speel Julian in. Want die speler die heeft altijd die aan de bal. Dus dat is de aanval. Dus gelijk Duncan loopt erin. Ja? Duncan is de enige met handschoenen, dus die mag gewoon duiken op de grond. Dus hij mag echt keeper en die bal pakken. Ja? Wat we doen dus, ik speel hem in. Julian, je hebt het dus aanval, je hoort bij mij. Ik zeg bijvoorbeeld geel. Dan moet je door de gele poort, en dan verdedigen. Ja, Justin, pak je hem af. Ja, waar moet jij scoren, denk je? Dan bij wit, hè? Want ik heb dan voor Julian aanvallende partij. Ja, wit. Ja. Juist! Goed gedaan, Justin. Puntje. Ja, schakel.